Hallo, ik ben Erik. We zijn hier op de tekenkamer. Ik doe de opleiding tekenaar constructeur en ik loop mijn stage bij Cubitech. Mijn werkzaamheden bedragen van het maken van technische tekeningen. We krijgen zeg maar orders binnen. Klanten die willen graag een bepaald product hebben, een oven. En wij werken de opdrachten uit. Is dit duidelijk voor degene die de onderdelen moet zagen? Ik denk het wel. Je hebt de onderste kokers van RWS uitgevoerd? Ja. Oké. Plint is altijd een RWS. Ik ben Karel van Heringen. Ik werk bij Cubitech. Ik ben hier tekenaar en wij zijn fabrikant van frituurinstallaties en kookbenodigdheden. Als tekenaar-constructeur werk je hier informatie uit voor werkbare informatie voor de productie. Dat betekent dat je in kaart brengt wat er nodig is aan materiaal, wat er gedaan moet worden in werkzaamheden en hoe het product er uiteindelijk uit komt te zien. Ja, dat is wel een punt voor de volgende keer dan. Dat kunnen we dan meenemen. Dan zou ik voor zorgen dat die maat er nog bij staat. Vaak zijn er ook klantspecifieke onderdelen. Die maak je dan precies op maat naar de wensen van de klant. Als je dan een stukje hebt gemaakt of een nieuw idee hebt gemaakt of een innovatie en het gaat goed en soepel in het productieproces, dan kan je er echt trots op zijn. Nou Erik, je bent al een tijd lang hier bezig als tekenaar in opleiding. Hoe vind je het gaan? Ja, ik ben tevreden over hoe het gaat. Ik heb de ruimte gekregen om te leren. Daar heb ik fijn voor ervaren.